geleden heb ik zelf dit ongeluk meegemaakt. Mijn vriendin is daarbij om het leven gekomen. En dan hoor je 17 jaar later hoor je dat er weer een meisje van 18 is aangereden. Ik kan dat gewoon niet verkroppen dat er in 17 jaar tijd gewoon niks aan gedaan is. We worden weer opnieuw, we leven weer het hele ongeluk. Alle dagen daarna, de dagen ertussen, alles beleef je weer opnieuw. Ik slaap sinds november, slaap ik gewoon heel slecht. Waarom is er in die 17 jaar tijd nooit wat aan gedaan? Dat is mijn vraag en dat blijft mijn vraag. Waarom niet? Er moet hier iets aan gebeuren. En dat liefst gewoon zo snel mogelijk. En ik hoop echt dat hier gewoon duidelijk wat aan gedaan wordt. En het liefst zo snel mogelijk. Heel goed. Geweldig. Dankjewel. Alsjeblieft. Jij ook heel erg bedankt. Graag gedaan. Het is een rotpunt. Is er afgelopen jaren helemaal niets gebeurd? Ja, er is wel een aantal maatregelen getroffen op het Schapendijkje. Maar kennelijk kan toch dit grote verdriet ontstaan. En als je dan, zoals u het ook heel goed formuleert, weer alles voelt bovenkomen van wat er toen gebeurd is, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt van, waarom gebeurt het nou weer? Want we wisten hoe gevaarlijk het is daar. Daar heeft u volstrekt gelijk aan. Maar u kunt er wel van verzekerd zijn dat de gevolgen die dit heeft, en ook voor alle nabestaanden, tot op de dag van vandaag wel doordreunt, ook hier in dit huis. Meneer de burgemeester, wat vindt u van dit initiatief? Nou, ik vind het fantastisch dat zoveel mensen betrokken zijn bij de verkeersveiligheid op het Schapendijkje. Ruim 4200 handtekeningen in zo'n korte tijd. Nou, dat geeft al aan dat het onderwerp echt leeft in de stad. En bent u er ook blij mee dat dit soort initiatief dan getoond wordt naar aanleiding van zo'n ongeluk? Had het eigenlijk eerder al moeten gebeuren? Nou, zijn de afgelopen jaren wel heel veel maatregelen getroffen op het Schapendijkje om bijvoorbeeld de snelheid eruit te halen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het een heel moeilijk punt in de stad blijft. Het is donker, het was toen dat ongeval gebeurde ook noodweer. Dat neemt het verdriet allemaal niet weg, maar we gaan wel kijken wat we nou concreet aan kunnen doen. Ik had eigenlijk niet verwacht dat er zoveel handtekeningen zouden zijn. We hadden zoiets van, als we de 2500 halen, dan zijn we ook al tevreden. Maar dat ging op een gegeven moment gewoon heel hard. En dat in een maand tijd, dat is gewoon ongelooflijk. Het is natuurlijk ook ongelooflijk wat er gebeurd is. Twee keer, er zit een lange tijd tussen, dat is waar. Er zijn dingen veranderd, is ook waar. Maar het is nog niet genoeg. Wat hoop jij? Waar hoop je concreet op? Nou, dat er in ieder geval verlichting komt. En dat de snelheid naar beneden gaat. Dat zijn de twee punten waar wij gewoon het meeste voor strijden.